De nodige showbiz-sterren zitten noodgedwongen thuis vanwege het coronavirus, sommige van hen nu waarschijnlijk ook nog met de gordijnen dicht. Dat vanwege de schandaalbiografie van Patty Bart, waarin de diva al haar geheimen op straat gooit. Veel BN'ers wachten met het zweet in hun handen op de schandaalbiografie Patty van Patty Bart, 65. Naar nu blijkt waren die zorgen niet onterecht. De diva neemt in haar boek geen blad voor de mond en ontmaskert alles en iedereen in de showbiz. Soms op onschuldige wijze, in andere gevallen op een manier die het maakt dat de betrokkenen waarschijnlijk het liefste even van de aardbodem zouden verdwijnen. Wat dat betreft mag tv-presentatrice en Patty Stalpa-collega Wendy van Dijk zich gelukkig prijzen. In Patty's boek wordt weliswaar bevestigd dat Wendy achter haar rug om door collega's al jaren verwarming en die wordt genoemd vanwege haar kennelijke diva-gedrag, maar verder komt ze er genadig van af. Dat geldt een stuk minder voor Patty's andere Talpa-collega Johnny de Mol, 41. De zoon van mediamiljardair John de Mol stuurde ooit aan op een vrijpartij met de 24 jaar oudere Patty, onthult ze in het boek. Die jongen is één keer bij mij blijven slapen en toen heeft hij inderdaad iets geprobeerd, maar er is verder niets gebeurd. Maakt ook allemaal niet uit, zo gaat het soms, we zijn allemaal wel eens de weg kwijt, toch? Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.